Als je op Twitter een archief van je gegevens downloadt, dan kun je daarin niet je volgers of volglijsten zien. In het geval dat je je Twitter-account kwijtraakt, kom je er dus nooit meer achter welke accounts je allemaal volgt of welke mutuals je had bijvoorbeeld. Wat je eigenlijk wil is een backup van al deze gegevens waarin al deze informatie makkelijk terug te vinden is. In deze video laat ik zien hoe je dat doet. Eerst gebruiken we een website voor het downloaden van al die volglijsten en vervolgens gebruiken we een Python-script dat ik heb gemaakt dat alle informatie duidelijk overzichtelijk weergeeft in een HTML-bestand. De eerste stap is het downloaden van al je volgers en volglijsten. Het kan met deze website, de link staat in de beschrijving. Het is belangrijk dat je download profile pictures en export JSON aanvinkt. Als het downloaden klaar is, kun je de zip uitpakken. De tweede stap is het installeren van Python. Let op, het is belangrijk dat add Python to path is aangevinkt bij de installer. Nadat Python is geïnstalleerd, moeten we de EasyGUI module installeren. Dit kan door command prompt te openen en pip install EasyGUI uit te voeren. Nu kunnen we de gedownloade volglijsten visualiseren. Ik heb hiervoor een script gemaakt waarvan de download in de beschrijving te vinden is. Download het project als zip, pak het uit en open vervolgens Twitter follow JSON visualizer.py met Python. Als het script klaar is, heb je een HTML-bestand waarin alle volgers en volglijsten terug te vinden zijn, inclusief avatars, links naar alle externe bronnen, de gepinde tweet van mensen, locatie als ze dat hebben, aanmaakdatum van hun account, al dat soort informatie. Loop jij nou tegen problemen aan of heb je verbeterpunten? Laat het dan graag achter in de reacties.